Goedemiddag, mijn naam is Danielle. Ik leef al bijna 10 jaar met schildklierkanker. En mijn verhaal begon wanneer een vriendin van mij mij wijst op een verdikking in mijn hals. Het is dan augustus 2014 en ik had het zelf nog nooit opgemerkt, voelde me kip lekker. Desalniettemin besluit ik naar de huisarts te gaan en die besluit mijn bloed te prikken om te kijken naar mijn schildklierwaardes. Dus die waren goed en er wordt uiteindelijk besloten om een echo te maken van de verdikking. Op de echo is te zien dat er rechts een knobbel van 3,5 centimeter zit en links 2 kleinere. Nou, uiteindelijk werd ik doorverwezen naar een internist-oncoloog in het regionale ziekenhuis bij mij in de buurt. En die stelde toch voor om een punctie te maken voor de zekerheid. Het is dan inmiddels al begin oktober als de uitslag van de punctie bekend is. Ik had een afspraak staan om de uitslag van de punctie te bespreken, maar werd die ochtend gebeld en op het laatste moment werd de afspraak afgezegd. Er werd mij verzekerd dat als het iets ernstig was, ik op tijd gebeld zou worden en anders dat we elkaar een week later zouden zien. Toen ik daar kwam, na een week, kreeg ik toch heel slecht nieuws. Ze hadden kwaadaardige cellen gevonden, vonden het zelf heel lastig om te bepalen wat voor kwaadaardige cellen het zouden zijn en hebben het daarom doorgestuurd naar een ziekenhuis in, ik meen Zaandam, in ieder geval een second opinion te vragen. En die kwamen met dezelfde conclusie. De conclusie was eigenlijk kwaadaardige cellen. Ze wisten niet of het primair uit schildklier kwam of niet. Als het wel primair de schildklier was, werd mij gezegd dat ik moest denken aan anaplastisch schildkliercarcinoom. Nou, dat was met name natuurlijk heel erg schrikken. En anders was het een ander type kanker waarvan ze op dat moment niet wisten wat het was. Ze zouden mijn diagnose bespreken in een multidisciplinair team in het regionale ziekenhuis. En vervolgens wilden ze een CT-scan inplannen. Nou, wij schrokken natuurlijk enorm van het nieuws. En toen we thuis kwamen, ook een beetje verder gaan googlen op anaplastisch schildkliercarcinoom. Nou, daar schrik je nog meer van. En uiteindelijk hebben we besloten om een vriend van ons te bellen. Die zijn broer werkte in een academisch ziekenhuis als radioloog. Die heeft zijn broer ingelicht en eigenlijk werden we gelijk de volgende ochtend alweer gebeld door het academische ziekenhuis en de broer van onze kennis. En die vroeg ons direct diezelfde dag naar het ziekenhuis te komen. Nou, in het academische ziekenhuis hebben ze opnieuw alle onderzoeken gedaan, dus een punctie genomen, echo. En aan het einde van de dag werd ik gebeld door de arts uit het academische ziekenhuis, die mij in ieder geval enigszins kon geruststellen dat ze niet dachten aan de ernstige vorm anaplastisch schildkliercarcinoom, maar ze wisten ook niet wat het wel was. Ze adviseerden me om geen CT-scan te maken in het regionale ziekenhuis, omdat dat dan de eventuele behandeling met radioactief jodium in de weg zou staan. Inmiddels was ik om en wilde ik eigenlijk alleen nog maar behandeld worden in het academische ziekenhuis. Daar ben ik dus ook verder gegaan, hebben ze een PET-scan gemaakt. Daaruit bleek dat de tumor primair in mijn schildklier zat, waar ik natuurlijk op dat moment ook blij mee was. En hebben ze me, ingeroosterd voor een operatie. Nou, die operatie die vond uiteindelijk pas 19 november plaats. Dus van augustus tot 19 november, dat is een lange periode. En uiteindelijk heeft de operatie ook langer geduurd. Toen ik uit de narcose kwam, vertelde de specialist dat ze tijdens de operatie eigenlijk heel erg twijfelde aan de kwaadaardigheid van het carcinoom. Ze hebben op dat moment een patholoog erbij gehaald. Die heeft ook gekeken. Die kon daar ook geen uitsluitsel over geven. Dus hebben ze op dat moment besloten om de helft van mijn schildklier te verwijderen. Want mocht het toch goedaardig zijn, kan je natuurlijk prima nog leven met een halve schildklier. Vervolgens moest ik nog 2 weken wachten op de uitslag. En uiteindelijk kreeg ik op 2 december de uitslag dat het ging om een medulair schildkliercarcinoom. Ze hadden mijn aangrenzende lymfe meegenomen. Daarvan waren er ook een aantal niet goed.
En begin januari kwam er een tweede operatie. Die tweede operatie ging op zich voorspoedig, behalve dan dat vervolgens mijn calcium veel te laag was. Doordat er bijschildklieren verwijderd waren en beschadigd. Uiteindelijk heb ik daardoor 5 dagen ongeveer in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig hebben ze het onder controle gekregen. En inmiddels was het januari en ben ik... Nou, ik was net met een nieuwe baan begonnen, maar ik ben uiteindelijk in maart weer gaan werken. Er is nog een erfelijkheidsonderzoek gedaan naar MEN 2. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Vanaf dat moment ben ik weer langzaam gaan opbouwen met werk. Instellen op medicatie. Ik ben ondertussen een keer geswitcht van de Tirax naar de Euthyrox. Op het moment dat die Tirax slecht verkrijgbaar was. Wat heel ingewikkeld was, omdat ik dezelfde dosering kreeg en daardoor eigenlijk een beetje gek in mijn hoofd werd. Opnieuw ingesteld op de Euthyrox. Wat ik al aangaf, ik ben inmiddels 10 jaar verder. Ik merkte na een jaar dat ik wel moeite had met weer vertrouwen in mijn lijf krijgen. Weer kijken hoe mijn leven er over 10 jaar of 5 jaar uit zou zien. Op dat moment was mijn tumormarker ook nog steeds licht verhoogd. Dus dat alles zorgde ervoor dat ik weinig vertrouwen had. Ik ben eigenlijk op eigen initiatief op zoek gegaan naar een oncologisch psycholoog. Die mij in een behandeling of 6 heel goed op weg heeft geholpen. Nu kan ik ook wel zeggen, bijna 10 jaar later, ik ben goed ingesteld op de medicatie. Ik heb nog jaarlijks mijn controles bij de specialist. Mijn marker is nog steeds licht verhoogd. Maar er valt goed te leven met schildklierkanker. Momenteel ben ik ook weer 4 dagen per week aan het werk. Dat gaat goed. Het enige is, je leeft zonder schildklier en dat heeft natuurlijk ook wel zijn consequenties in die zin dat ik altijd een beetje rekening moet houden met belastbaarheid. Maar over het algemeen gaat het goed en kijk ik tevreden terug op deze periode. Ben ik natuurlijk heel blij dat ik in oktober dit jaar de 10 jaar kan aantikken. Ik wil iedereen die te maken krijgt met mogelijke schildklierkanker, in ieder geval wel op het hart drukken om zelf aan het roer te blijven staan. En als je het niet vertrouwt, een second opinion aan te vragen. Ja, en het liefst echt naar een expert ziekenhuis te gaan. Ik ben heel blij dat wij die kennis hadden met een broer in een academisch ziekenhuis, want anders is het best ingewikkeld. En ik realiseer me ook dat niet iedereen die mogelijkheden heeft, maar ik gun het iedereen van harte. Dus sta op je strepen, zorg dat je goede zorg krijgt en ik wens je veel succes.